Nou, dat zou leuk zijn geweest. We zijn begonnen, dames en heren. Hebben we een favoriet vanavond? Ja. Zijn er veel mensen gekomen? Die komt uit Rotterdam. Die komt uit Brabant. Die komt uit het Hoge Noorden. We zijn aanwezig vanavond, gezellig. Ik ga er wat mensen bij roepen. Ja, Monique, Joanny en Roxy. Die gaan iets uitreiken. Ja. En dat gaat... Roxy, yes, red. Laat ze horen voor iemand midden van ons enige echte Roxy. Jawel. Niemand minder dan onze enige echte Joanny. Altijd heel erg vrouw. Ja, kom erbij. En onze enige. Wie zijn hier, schat? Ja. Zo. Ja, nou kom lekker dichterbij. Jullie gaan wat uitreiken. Wat ga je uitreiken? Wij gaan uitreiken de Miss Gay Holland. Nou, vertel. Gewoon en prijzen en share. Van Vera is in de house. Oeh, wat gaan we erbij halen? We gaan erbij halen. En wat houdt die prijs in? Vertel dat even. Vera gaat een jaar lang onze stichting helpen promoten, maar dat doet ze eigenlijk al zonder dat ze Miss Gay Holland is. Maar ze heeft ontzettend veel zin in, heb ik gehoord. Ja toch? Ik ga even wat vertellen over Vera. Vera is een transvrouw, maar vanwege het risico wat een operatie kan geven door haar hogere leeftijd, is zij niet geopereerd. Zij leeft voor 90% als Vera. In 2012 heeft zij de stichting Transgenders Noord-Holland opgericht, waar ze onder andere travestieten, crosslessers, transmannen en vrouwen en de partners begeleidt. Maar dat niet alleen, Vera heeft een oor voor iedereen. Daarnaast treedt ze ook heel vaak op bij het Zaans Regenboogcafé, voor de LHBTI+ 50+. Kortom, Vera is een icoon in de LHBTI+. Community, dus dat mag ook gezegd worden. En dan wil ik even een applausje voor hebben. De stemmen waren ook overduidelijk. Vera is de nieuwe Miss Gay Holland 2022. Dan gaan we nu beginnen met de kroon. Want er hoort een kroon. En de show. En wat praten. Ze maakt een hele show van eruit.
wel wat hier aan van te maken. En de stichting Pink Promises te ondersteunen. Ik vind het erg belangrijk dat er een mis is die zich inzet voor de LHBGTQ+ gemeenschap. Want onze vrijheid is niet gewoon. Dan moeten we voor blijven vechten en strijden. En laten we dat met z'n allen doen en zichtbaar blijven. Zodat je kunt leven wie je bent en zo je wil zijn. Lieve schatten, ik heb er zin in. Tot gauw! Yeah.